Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik dan eindelijk weer een nieuwe zombie-serie. Heel veel mensen blijven erom vragen en ik snap het. Want ja, dat is toch iets wat ik upload dat heel veel mensen niet doen. En dat is zombies. En ik heb het gewoon lang niet geüpload. En de reden van was, is dat ik een tijdje terug die Shinonuma-serie had gedaan. Of dat was niet echt een serie. Ik had twee video's over Shinonuma geüpload. Waarbij ik voorbij Wave 200 kwam. En ja, je kunt wel nagaan. Als je voorbij Wave 200 komt, dan ben je wel een beetje klaar met zombies. Want heb je zoveel zombies gezien, heb je het zo lang gespeeld. Dus ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. En dat was ook de reden waarom ik dus nieuwe Oranges map niet had gespeeld. Want ja, die kwam net iets later uit. En ik had zoveel zombies gespeeld. Ik kon het echt niet meer spelen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik zo weinig zombies heb gespeeld. En ja, dan kan ik wel voor jullie een video maken. Want dat is toch een saai commentary. Als ik het zelf niet leuk vind om te doen, moet je ook geen commentary van maken. En heb ik dus ook niet gedaan. In ieder geval, vandaag gaan we dus Origins spelen. Ik heb het niet gek veel gespeeld. Ik heb het een paar keer gespeeld bij een vriend van mij. En thuis ook nog een paar keer. Ik weet over het algemeen hoe de map eruit ziet. En hoe de basics een beetje werken. Volgens mij ook hoe ik kan packpunchen. Ik wil in ieder geval al die parts liggen. Dus dat wordt nog even zoeken. Iemand had tegen mij gezegd van Dennis, misschien is het slim om even tutorials te kijken. Want dan kun je alles gewoon zo pakken en dan hoeven wij dat niet te vertellen. Want dat is heel irritant. Als ik nou een video maak en bijvoorbeeld ik weet de part niet te liggen. Jullie weten het waarschijnlijk wel. En dan ga je in de comments zetten. En dat is helemaal tof voor jullie. Dat vind ik helemaal top. Alleen, ik heb er niks aan als ik de video maak, want het is niet live. Dus snap je? Meestal weet ik het achteraf, weet ik het al. Maar dat is toch heel net voor jullie dat je dat doen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Maar we gaan gewoon starten. Die trailer hebben jullie waarschijnlijk al zo vaak gezien. Want ik weet zeker, iedereen die deze video kijkt. Ja, niet iedereen. Maar heel veel mensen hebben deze map al helemaal kapot gespeeld. Dus dat gaan wij nou ook proberen te doen. 14, handig. Bart, die Maxis drone. Dat is op zich wel handig. Kun je eigenlijk al die dingen bouwen? Natuurlijk kun je die bouwen volgens mij. Oké. We gaan dus eerst even dit ding activeren. Deze moet je 6 activeren volgens mij. Ach god, ik heb geen money. Die moet je 6 activeren om de pack-a-punch aan te zetten, dacht ik. En deze 3 voor een muziekje. Moet ik even kijken dat ik de muziekje uiteindelijk ook aanzet. Want ik krijg er misschien een copyright strike van. En wat het inhoudt is dat je content van iemand uploadt wat dus niet van jou is. En muziek is bijvoorbeeld niet van mij. Ik ben zelf geen muzikant. En mocht ik nou dus de muziek van dit spel laten horen, dan is dat niet mijn muziek. Klinkt een beetje lullig, want ja, ik heb het spel gekocht, dus in principe heb ik recht op dat muziek. Maar ja, een beetje raar. Oh shit! Wat? Huh? Ik had er 2 in 1 keer genaamd, zag je dat? Lol. Oh, sorry. Ja, het beste is een paar kozen op een been en een knife, maar ja. Soms dan schiet ik ook scheef, en soms heb ik ook een scheid aan. Jij bent volgens mij de laatste, of niet? Noem maar zo. Het is makkelijk, dan kan ik deze ook even naaien. Ik heb geen zin om op hun te schieten. Zo, dit zijn paladin zombies. En die komen als je zo'n ding activeert, moet je verwachten. En dan gaan ze van zo kijken, maar hallo. Als die timer of die, ja, het is eigenlijk een soort van capture ding. Als die vol zit, dan gaan al die dingen dood. We gaan even een eind aan deze zombies leven maken. Ik weet niet of zin heeft, maar even dit ding dicht bouwen. Krijg ik ook nog money van. Had ik eigenlijk iets eerder moeten doen, maar. Al die paar puntjes. Uiteindelijk maakt het wel veel verschil. Maar ja, dat maakt mij nooit heel gek van uit. Ik weet niet waar die kist is. Kan ik dat zien? Die kist is volgens mij juist aan deze kant. Als ik het goed heb gezien. Zullen we dat gewoon doen? We gaan gewoon deze opmaken. Ik ga eigenlijk altijd, of ga altijd. De keren dat ik dit heb gespeeld ben ik die andere kant op gegaan. Dus dat is wel de grap. Misschien doe ik nou iets heel stoms. Ik moet nou zelf een beetje trappen. Ik had misschien de double points moeten pakken. Maar we kunnen altijd nog teruggaan natuurlijk. Ah, damn it. Oh, gek. Ze komen al achter me naar beneden. No! Oh, gek. Ik zie hier ook nergens iets wat ik kan opgraven. Dat is ook wel jammer. Volgens mij was dat best close. We gaan die dubbel... Wacht, heb ik die schep? Ik heb die schep geen eens gewonnen dat ik niet kan opgraven. Nou, als het goed is komen er nou wel wat dingen. Ik pak dubbel points. Ja, we misschien een beetje extra. Het beste is om die shit te bewaren. Maar uiteindelijk, als je het bewaart, dan pak je er nooit meer. Dat is gewoon, hier kom je niet meer terug. In ieder geval ik niet. Ik vind die niet heel gezellig. Ja, dat is al wel in achter mij staan. Een bom. Die pakken we zo meteen nog wel. Met double points eigenlijk. Krijgen we extra veel. Daar kom ik ding op graven. Wacht ik even mee. Ik ga even die bom pakken. Krijgen we ook nog double points met die bom. Oh, dat was shit. Ja, ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Maar die bom. Ging maar van, nee, die double points ging bijna weg. Moet ik even snel pakken. Nou, we gaan even deze kant op. Hopelijk krijg ik een goede wapen. Ah, goed. Nou, het is iets. Nou, deze kant op gaan we naar de kist toe. Zo goed, zie je de kist hieronder.
Yep, de kist. Dan gaan we dit ding even activeren. Nou, deze schieten we gewoon af. Ik had gehoord dat shotguns heel goed zijn voor die pallen en zombies, maar volgens mij zijn die gewoon even voor elke zombie. Laat maar, ik kan zeggen voor elke zombie goed, maar ik moet vrij veel schieten. Sterf, paladin! Zo, weg. Handig. Nou zo, dat ding hebben we ook weer geactiveerd. Nou kunnen we die kist in als we willen. Ik moet gewoon schieten, hè. Ik moet niet allemaal headshots en shit, want... Dan ga je allemaal voorzichtig doen en uiteindelijk wil je gewoon in je rug slagen of zo. Dat ken ik, dat zal niet de eerste keer zijn. Er zijn nog best wel veel volgens mij. Ik moet even eentje laten leven. Is dit de laatste? Nee, dit is niet de laatste. We gaan even die kist in. Ik ga even kijken wat daarin zit. Misschien een heel leuk wapen, ik weet niet. Oeh, hallo. Damn it. Waarom schiet ik eigenlijk met dit ding? Ik moet met dit ding schieten. Dit ding wil ik inleveren. Oh, shit. Zullen we gewoon... Kijk even. En we gaan gewoon even gelijk weer verder. Oh lol, ik weet niet wat beter is. Volgens mij is dit ding toch wel beter. Pak de double points, schiet die zombie af. Ah shit, ik had eerst hem af moeten schieten en dan die double points, want dan was de week weer begonnen. Niet slim, we kunnen MB40 pakken, dat is wel handig. Ligt hier rijk, parts. Hey, parts. Wat is er van? Oh, van de staf. Awesome. Awesome. Die MP40 die pak ik denk ik wel. Ik denk wel slim, maar even kijken waar hier aan zit. Oh shit, nou heb ik geen money voor die MP40. Derp. Oh, dat is wel handig. Dat is wel handig. Niet als ik daar al dood ben voordat ik iets kan doen. Nou, ik merk al die shotgun is toch niet sterk. MP40 wel, ik moet hier niet in de hoek gaan staan. Dan word ik niet oud. Ik moet ook deze kant niet op, want daar is modder. Dammit! Ik moet die kant op. Oh shit. Ik moet double points hebben, dat moet ik. Of double points. Lillik, ik praat poep. Nee, ik moet Juggernaut hebben. Maar die kunnen we straks wel even halen. Ik ga sowieso daar ook weg, want ik vind het niet echt een hele fijne spot. Dat zeg ik zelf. Misschien moet ik even met die M14 schieten, zodat ik dat ding tenminste leeg schiet. Dat heb ik hem nog gebruikt, daar heb ik nog iets aan gehad. Ik heb hem net wel gekocht. Ik wist alleen niet dat hij die M40 al hing. Dat is op zich wel nice. Ik moet nou... Oh, je bent de laatste, of niet? Ja, god. Zal ik toch nog even één keer kijken? Of zal ik verder gaan en dadelijk... Nee, ik kijk nog één keer. Ik ben gewoon stom. Ik ben zo stom! Alsjeblieft, goede wapen. Maar oh, god, dat is niet goed. Oh, die robots. Hallo! Kunnen we het niet killen hier? Nee. Oh, crap. Misschien hier gewoon rondlopen? Ik weet niet. Die M40 is wel powerful. Ik moet die dag weg, dat weet ik wel. Ik ga daar naar een andere spot toe, waar ik ook zo'n ding weer aanzet. Aan het einde van deze week doe ik dat. Ik had het eigenlijk aan het begin van deze week moeten doen. Of ja, voordat ik deze week gestart was, want ik heb nou spijt dat ik hier zit. Maar ja, dan kan ik nou natuurlijk niks meer aan doen. Oh lol, ik dacht dat ik geladen had. Toch niet. Niet in hoekjes gaan staan, want ik kan maar twee keer hit worden. Ik heb geduwd, dus even mee oppassen. Ik ben sneller dood dan dat ik verwacht. Zie die ninja skills. Ga er gewoon langs, jongen. Ze hebben hem nog niet gezien. Ik heb eigenlijk meerdere zombies laten leven, maar niet te veel natuurlijk. Twee is het beste. Als je er eentje laat leven, gaat hij rennen. Als je er twee laat leven, dan blijven ze traag. Dus ik denk dat ik nou eventjes terug ga. Misschien even ammo kopen met M40. Of niet. We gaan eerst even kijken of we deuren open maken naar die andere plek. Volgens mij kan ik ook via die kant... Dan moet ik twee deuren openmaken. Via deze kant moet ik er ook twee. Ik ga toch via deze kant. Dat is denk ik makkelijker. Want hier die kist is, kan ik makkelijker teruglopen. Anders moet ik er helemaal omlopen. Dan ga ik via deze kant. De 1. Oh shit, 1000. Volgens mij is hier nog iets. En dat is hierboven. Heel even laten zien. Dat is makkelijk. Als je nou helemaal denkt van waar loop je nou? Nou, ik loop in ieder geval. Laat ik zo meteen wel zien. Hier is nog zo'n steen voor de muziek, maar die weten jullie waarschijnlijk allemaal al. Waarom laat ik dit zien? Jullie weten meer dan ik van deze map. En ik doe allemaal van, oh, ik weet het, maar dat weet ik helemaal niet. Nou ja, we gaan deze kant op. In ieder geval, oh shit, dat ziet er wel bruut uit. In ieder geval, als je de MP40 hebt, je hebt hier, ik weet niet welke dit is, maar hier gaan de meeste mensen altijd rape trainen. Dan is dat dus gewoon in dat gebouw. Nou, hier ga ik dus ook rape trainen, denk ik. Even dit ding aan. Een paar leuke paladin zombies. Daar krijg je weinig punten voor. Dus het beste is eigenlijk niet op punten schieten, maar je mag ook niet doodgaan. Dus. In ieder geval, dat is niet de bedoeling. Dat vind ik niet heel leuk. Woe!
Close enough. Ja, dat is ooit gewaagd. Schiet je wel op hun of niet? Nou heb ik eigenlijk best wel stom gedaan. Ik had nou Juggernaut kunnen hebben. Als ik geen wapens had gekocht. En uiteindelijk heb ik toch nog rommel. Ik heb wel die monkeys. En die moet ik zeker weten gaan gebruiken. Ik mag die shit niet vergeten. Ik koop denk dat ik heel eventjes een AK-74U. Ik weet niet hoe duur de ding is. Maar 1200 of 1100 of zo. Die zag je net onder liggen. Die kostte meestal zoiets. Ja, die ding heeft echt waardig hebben ook. Ik vind het gek. Ik heb al zoveel schoten. Gaat niet om. Maar... hot. Reload cancel. Zeg die. Zal ik even... het zeker voor het onzekere. Ik gooi gewoon even monkey. Want ik heb die shit toch. Ik weet toch dat ik zo meteen een keer ammo moet gaan krijgen. I know not how this works. Ja, ik kan het allemaal wel weer bewaren voor... oh, shit. Ik kan het allemaal wel weer bewaren voor... God, ik word de hele tijd onderbroken. Iedere keer denk ik, oh shit, hier zit die robot weer, weet je wel. In ieder geval, nog één keer. Ik kan dat geld wel bewaren voor Juggernaut. Dat is misschien slim, maar ja, zonder ammo zitten, dat is ook niet handig. Anders zat ik hier nou al zonder ammo. Dan krijg ik toevallig die zombie blood, dat is... enorm chill. Dat is echt enorm chill. Ik moet hier alleen wel weg. Want hier lang blijven zitten is niet handig. Zeker niet als die zombie blood weg is. Oh, dat is gunstig. Ik heb net te weinig punten voor... voor MP40. Jongens, ik ben net wel wakker. Het is echt laat. Ik zweer het, is het laat. Ik ben net wel wakker. Het is... doe maar dinsdag. Dinsdag ben ik vrijdag om. Nee, maar in ieder geval, wat ik probeer te zeggen is... ik zit heel dat onzin te praten. Wat ik echt probeer te zeggen is, ik heb geen geld om naar de Juggernaut toe te gaan. Daar vervolgens zo'n ding te activeren, 500 en die deuren open te kopen. Dus dat was wat ik probeer te zeggen. Het is heel moeilijk, ik weet het. Nee, ik praat echt allemaal random shit nou ineens. Ik weet ook niet waar dat van komt. Ik heb net al een commentaar ingesproken, dus het is niet dat ik moet inspreken alvast. Ja, het is eigenlijk dubbel, hè, want je spreekt in. Mindception. Ik gooi gewoon weer zo'n ding. Ik ga mijn eigen niet gek maken, ik laat mijn eigen niet trappen. Maar ik gooi hem wel recht allemaal voor de deur. Dat is zeker al. Pas op voor mijn rug, want ze kunnen in mijn rug komen. Nog niks, ik moet even... oeh, wacht. Max ammo. Ben jij... oké, gelukkig. Oh shit, kom er meer aan. Nope, ga weg. Weg, hier. Goed. Even oppassen. Ik ben heel bang dat ze in mijn rug staan. Daarom, ik moet die juke hebben. Ik heb gelukkig geld. Ik heb die money. 2 en een kruiper. Oké, laten ze allemaal even leven. Dan ben ik best laat. Wave 7 heb ik normaal echt wel juggernaut gehad. Of in ieder geval de vorige keer heb ik zeker van wel... oké, we gaan verder. Laten we die twee zombies bij mij lopen. Even die shit activeren en alles. Even fixen dat we Juggernaut krijgen. Het belangrijkste van heel het spel. Oh, ik moet niet echt weer aanlopen, dus ik heb trap. Als ik nou voor een weg loop, dan sterven ze. Daar heb ik geen zin in. Daarom zorg ik altijd dat je die dingen een beetje in het zicht houdt. Die laatste twee zombies. En voor parts, daar gaan we allemaal straks wel kijken. Ik heb echt geen zin om te sterven. Oké, jij bent daar. Hier een zombie robot ding is wel... nee, ik zie niks. Niks in de verste verte niet. Come on. Ik heb niet heel de dag de tijd. Deze serie moet niet eeuwig gaan duren. Volgens mij is hij wel spannender dan mijn andere series. Want ik ben echt lomp bezig gewoon. Ik zit gewoon totaal niet op te letten. Dat is echt bad. Maar ja, dat heb je ooit. Ah. Het drinken is ook al bijna op mijn cola. Lekker voorbereiden, jongens. Lekker voorbereiden. Ik had hier echt al, weet ik veel, gewoon een sixpack blikjes in moeten zetten of zo. Dat was het handigste geweest. Want ik weet zeker dat ik lang overleven. Nee, gewoon vertrouwen, hè. Gewoon in vertrouwen dat het lukt. Oké. Paladin. Moet in het buurt blijven bij dat ding. Oh shit. Ik moet in de buurt blijven, anders gaat hij werken. Dan moet ik overnieuw betalen. Dat was close enough. Dan schiet hij jou gewoon af. Jij bent wel de laatste, daar was ik al bang voor. Die andere is gewoon random gestorven of zo. Ik weet ook niet. Want er waren meerdere. Ja, kan zijn dat ik hem afgeschoten heb. Maar er waren ook nog een paar kruipers, maar die gaan toch allemaal dood. Iets leuks. Oh, ja, dat is leuk. Ah, 200 maar blood money. Wat is dat voor onzin? Dat is veel te weinig.